Je bent op beeld, mam. Maar wij bellen even omdat ik dus de 10.000 abonnees heb gehaald. Yes! We zitten al. Wat? Is Ritsie daar ook? Nee, ik zeg dit tegen mijn vlog. Oh! Dat, ja. Dat wij al dagen elk uur zitten te kijken. En eindelijk hebben we 10.000 volgers, abonnees. Yes, yes, yes. Yes. Dat is echt wel, ik vind dat echt wel een punt in de YouTube-carrière hoor, 10.000. Ja, ik bedoel, dat kan je echt niet zomaar hebben voor geen reden. Dan moet je echt wel iets doen. Ik heb net opgehangen met mijn moeder. En dan komt Richie met deze bloemen binnen. En heeft mijn moeder gevraagd of ik die wilde kopen. Dus dat heeft ze weer heel slim gedaan. Om mij te feliciteren met mijn 10.000 abonnees. Maar we hebben het samen gedaan, hè? Met z'n allen. Thanks, Mamsi. Mijn moeder praat Nederlands tegen Richie in de apps. Ja. Zodat jij het kan oefenen. Yes. So, what Dutch do you already know? Ik ben Richie. Groetjes from Roos. Roos, eten. Roos heeft soep gemaakt. Roos heeft soep gemaakt. Roos heeft soep gemaakt. Roos heeft, H-E-F-T? Heeft. Heeft soep gemaakt. Did you make soup? Ja, yeah, look at the stove. Ja. And dit is lekker. Ja. Ik heb weer dingen mogen uitzoeken bij Chipel. Ik ga laten zien wat ik heb gekozen. Dit is echt prachtig. Gaaf. Kijk. Ik zag dit bij Chipel en ik pak altijd de meest uitgesproken dingen daar. Eigenlijk heel basic, maar door die mouwen gewoon super feestelijk. Leuk die voorjaarskleuren toch? Kijk, ook al is het best wel een sobere mintgroen. Oh ja, tof. Mooie kwaliteit. Maar deze is viscose, denk ik. Ja, deze is 100% viscose. Ook een topkleur dit, hè? Echt zo'n mooie zomertop. Draagt ook heerlijk, hè, viscose. Ik vind dus ook bij zo'n vrouwelijkere top die kettingen ook weer wat toevoegen. Zijn dus van Anna Luisa, die heb ik vorige week laten zien. En die kortingscode kun je nog steeds gebruiken. Het zit nu al geweldig. Ja! Dit is ook heel fancy. Dit is zo'n geplooide stof. Heel mooi model. Die denk ik even een spanksje onder doen. Als ik hem ga dragen. Ja, allemaal heel lenteachtig alweer, hè? Deze stond al heel lang op mijn wishlist. Een soort linen look playsuit. Ik hoop dat hij niet te kort is in de body. Nee. Gaat passen. Kijk. Ik wil uit. Kijk, hij zit eigenlijk te strak. Jammer. En dit is toch een beetje kort voor mij.
Dus dit ga ik gewoon aan een vriendin van mij geven die dit ook heel tof vindt. Want dit zit net allemaal te strak hier. Diegene er wel mooi in past. Maar fantastische stijl vind ik dit. Uit te branden vandaag. Super laag in energie. Echt geen ene malle moer wil doen. Laat ik maar even naar buiten gaan. En misschien dat frisse lucht helpt. Dus ik ga even naar de kruidvat kijken of ze... Ik weet wel zeker, die hebben altijd wasmiddel in de aanbieding. Ik ga even wasmiddel kopen. Hoop ik daarna weer wat te gaan doen. Doei. Ik mag van mezelf. Is het droog? Ja. Ik mag nu van mezelf even naar de Generatorstraat. Er zit een giga kringloopwinkel Rattenpan. En dan ga ik weer door met editen. Want ik zit eigenlijk al dagen thuis te editen. Dus dit is mijn uitje. Keiharde wind. Maar goed, we zijn er. Hele vette, super grote vaas, 1995. Vet dit is. Met, volgens mij zit het dus helemaal beslagen met 339. Dat snap ik ook wel. Maar kijk hoe vet deze is. Hè? Het is een hele set. Geweldig. Eerste verdieping. Hier heb je heel veel kleding, dus ik ga nu even lekker bij de kleding kijken. Vrouwelijke leren jas. Doordat die knopen ook bekleed zijn met leer. Dat is wel een goede maat. Oh.
is niet zwaar. €12,50. Nou, ik ga even bij de spiegel kijken zo. Het is nu 9:15 's ochtends, dus er is nog geen kip. Echt top. Jammer. Ik vind alles cool, maar hier zie je gewoon busten die zo gevuld kunnen worden. Dus nu heb ik 2 van die theezakjes. Jammer. Geweldig materiaal dit. Lekker veel items. 2 gekke broeken, jasje. Dus ik ga alles eventjes passen. Ja, ik vind het gewoon gaaf dat het zo bewerkt is. De stof is heel mooi dun katoen en dan is dit erop geborduurd. En dan nog een wassing eroverheen. Gewoon gebeurt heel veel. De mouwen zijn wel goed. Lang. De spiegel is niet oké. Deze. Nee. Ja, dus dit zou goed kunnen voor de zomer. Maar ja. Jammer. Het is te klein. Het zit te strak op mijn bovenarm. En dit kan ook niet dicht. Een geweldig jasje. Daar heb ik echt zin in om aan te doen. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh ja, die jas. Wel te veel een soort van ziekenhuisstof vind ik dit. Niet, nee, niet fashion. Zeker mee. Ik vind het gewoon heel tof dat het een hele mooie kleur wit is. Wij noemen dat vroeger kit. En dan met wit in de zomer. Het is een geweldige stof. Ja, een beetje halve hippie, maar ik denk dat ik het gewoon cool kan maken. Ja. En ik heb nog 1 broek die ik nu ga passen. Ook wit. Deze. Allemaal stippen erop geborduurd. Vind ik ook super leuk. All white zit heerlijk. Ik denk dat als ik hem even aan heb, dat hij gewoon te los gaat zitten. Dus baggy. Dus
zo meteen even een resumeetje, want ik twijfel over de jas en over het topje. Ja, top. Wat superleuk. Ik ga naar huis editen. Even lunchen. Iemand vroeg dat trouwens laatst. Welke kleur lippenstift ik op had. En dat moet deze zijn geweest. Dus kleur 105 van Lux. Peachy. Richie is al een beetje aan het intrekken, dus er komen steeds dingen bij. En vanavond gaat hij de laatste dingen ophalen. Maar ik heb dus nu hier een extra kledingrekje gemaakt, zodat we meer ruimte hebben in de kast voor hem. Maar het leuke is, dit zijn dus allemaal dingen die ik dan laatst bij het opruimen tegenkwam en dacht, oh, beeld schoon. Maar wat ik dan nog amper heb aangehad. Dus morgenochtend heb ik bijvoorbeeld een leuke brunch, waar ik er echt mooi uit wil zien. En dan kan ik dus hier meteen... zien van, oh ja, dit wilde ik nog een keer aan met dit, dit met dit. Dus dit is eigenlijk een inspiratierekje voor nieuwe looks. Maar ik ga even die broeken laten zien die ik heb gekocht bij de Generatorstraat, bij Rattenplan. We hebben ze al aangezien. En ik moet zo weer de deur uit, want heel dom. Ja, ik ging zo'n hele geurtest doen. Uiteindelijk dacht ik, oh, ik neem die Silaan. Want ik vind het gewoon lekker om elke keer een ander merk wasmiddel te pakken, zodat ik het elke keer ruik. Want anders op een gegeven moment ruik ik mijn wasmiddel niet meer. Ik helemaal zo'n test. Ja, dit is hem. Ik zie zelfs dit, hè. Dus 120 wasbeurten, dacht ik. Kijk ik. Maar moet je echt helemaal op de allerkleinste letter, hier. Daar staat dat het dus wasverzachter is en niet wasmiddel. En dit heb ik zo vaak al gehad. Dat ik daar dan verward raak door het aanbod en dan uiteindelijk toch het verkeerde koop. Dus dit is wasverzachter. Dus ik moet nu weer naar de Kruidvat. Dat vind ik gewoon zonde om dat bij de Albert Heijn te kopen. Oké, maar deze broek heb ik dus gekocht. Hele mooie zomers kwaliteit, katoen. En over de stof heen zitten dus borduursels met flarde stof. Dus het is gewoon heel erg, ja, ik weet dit nog van vroeger dat mensen dit aan hadden. Vond ik natuurlijk echt not done. Maar nu wel, €4,95 is deze. Nee, die gaan jullie in het voorjaar zien. Sowieso die hele Chiquelle shop nog. En dit is allemaal voorjaar. Ik heb heel veel van de zomerdraag is all white. Ik zie het helemaal voor me dat ik dit met een mooi wit t-shirt en die acne sandalen aandoe. Maar goed jongens, die gaan jullie dan nog, oh deze was ook €4,95. En die is van mijn zoon Scotch. Dus deze gaan even als ik wasmiddel heb door de wasstraat. En dan, dan heb ik al, ben ik dus nu alvast vooruit aan het shoppen voor als de lente aanbreekt. Oké, jongens, leuk dat jullie hebben gekeken. Alle 10.000 mensen. Er zijn zoveel mensen die kijken en dat vind ik geweldig. Dus dank jullie wel voor het abonneren en het kijken. En ik maak deze video's met heel veel plezier. Dus tot de volgende. Doei!